otra vez. Aquí la tengo otra vez. Diciendo que quiero otra vez. Goedemorgen. Ik ben weer onderweg. Helemaal alleen dit keer. En ik moet even naar beneden. Wat halen voor Daniel. En Jurgen voor de studio. Demi is de vlog aan het maken, dus die zit nog boven. Dus ik denk, dan rij ik in de vroegte even naar beneden om de spulletjes te halen. Zodat Daniel en Jurgen verder kunnen. Want ja, die studio die moet natuurlijk wel af. En Daniel en Demi die willen natuurlijk ook op vakantie. Dus we zetten een beetje vaart erin en we hopen dat hij bijna deze week toch wel afkomt. Zodat er van de vakantie genoten kan gaan worden. Want dat hebben ze ook nodig natuurlijk. Het is bijna weer 10 uur. En wie zie ik hier weer lopen met de schapen? Ja hoor, Antonio. Ik kan hem helaas nu even niet laten zien. Maar de vorige keer had jullie het ook al gezien. Hola Antonio! Ja, het is echt... Elke dag om 10 uur loopt hij op deze hoek met de schapen, met de honden. Dus hoe punctueel kun je zijn? Het is echt ongelooflijk. Jongens en meisjes, dames en heren. Zien jullie het bovenste stuk? Ongeveer vanaf hier. Naar boven. Heb ik gedaan. Kijk. Bewijs, vieze handen. Stuksel op het hoofd. Oh nee, lijm. Lijm. En? Ben je geslaagd? Net zo goed, toch? Ja? Ja, zeker weten. Ik vind van wel. De bedoeling is dat het ook een beetje zo eindigt, hè? Dat jullie dat weten, niet dat jullie denken zo. Ja, hij loopt mooi toch, hij loopt een beetje af ook. Hè? Ja, zodat hij hier ook zo langzamerhand een beetje af kan. Ja. Toch? Ja. En bij mij moest hij hier wat hoger. Zo is hij bij mij. Hij moest hier wat hoger, omdat hier komt die douche dan. Ja, precies. Hij komt redelijk... redelijk hoog. Hij kan niet eerst daar en dan op de steen. Nee. Nee. Nou wat? Dus nu... Is dat de bedoeling? Ja. Ik ben dus naar beneden gegaan en de bus is, die doet een heel raar bonken. Dus ik ben maar even langs een garage gegaan bij ons in Mamola. Dit is eigenlijk de garage van het programma. Er zit nu een nieuwe jongen in. En die jongen die komt uit een andere garage die we kennen en die is ook heel erg goed. Dus ik zei gelijk maar even gaan informeren. En wie staat daar? Door het raam kun je hem zien. Juan van de sportschool. En die komt ook even zijn band laten maken hier, die was stuk. Die heeft natuurlijk ook een aantal kassen. Dus het zal wel een band zijn, of van de auto, of van de Ano. Oké, laat vindt jou gewoon. Si. Hallo, Asi. A ver los músculos a la gente en Holanda. Dile hola. Hola. Sí. Ahora vamos a salir en Holanda, ¿eh? Sí. Het eerste deel zit erop. Netjes hoor. En dat wordt een hele leuke geribbelde kant zo. Die gaat zo een beetje rond. Die kant op. Top. Toch? En ik doe de lijm. Daniel die plakt ze erop. Helemaal goed. En hoe gaat het bij jou? Top. Ja? Het houdt het blad kan erop. Ja, ik moet eerst even stiepen. Ja. Het houdt het blad erop. Ik heb daar kunnen ze koken en daar is de wasbak. Ja. We gaan gestaag verder, maar weet je hoe laat het al is? Ja. 10:05. Oh. Ja, jij gaat meer lijn krijgen. Ja. Yes, dat redden we nog wel. Ja, natuurlijk. Dan 1,5 uur. Ja. Ja. Zo dat gedaan. Dat denk ik dus ook altijd. En dan word je altijd buiten beeld, word je altijd boos op mij. Ja. Omdat ik het al lang doorga. Ja. Ja. Nou ja, anyways. We gaan nog even door. Dus ik moet stoppen, want ik moet helpen. Dat is mijn lijn.
monster zit er eindelijk op. En op een gegeven moment krijg ik hem helemaal schil kijken van de poesje. Je kan het ook op een gegeven moment niet meer vinden. Het ziet er wel mooi uit. Deze hoort er natuurlijk niet bij. Maar dat wel. Dus dan ziet het er nu zo uit. En het ziet er makkelijker uit dan dat is hoor. Kan ik jullie vertellen. Is toch hartstikke mooi? Ja. Ik ben benieuwd als het gevoegd is. Nou, dan is het helemaal een verschil. Een hoop steentjes, hè? Ja, niet normaal, hè? Die achterwand ook, die, als je kijkt, heb je een jeetje van de stenen. Op een gegeven moment kijk je gewoon schil van al die stenen. Hij loopt ook een beetje zo steeds af, hè? Zo. Ja, mooi, hè? Ja. Dus nog deze wand, de andere kant, deze kant hierop. En dan hier zo een beetje ook uitwaaien. Nog. Doe het licht uit. Ja, doe het licht maar uit, ja. Okay, jij gaat zo naar de sportschool, hè, met je vader. Ja. Dus zo zeg ik Leo maar snel om. Ja. Want hij zit al een tijdje te wachten, want het is al weer veel te laat. Van de stof misschien. We zijn buiten adem. Want normaal gesproken kunnen we in het dorp zo naar boven lopen. Ja. Maar nu... Ook dan ben je buiten adem hoor. Jij bent gestoken door Wes. Hier. Twee wespen. Dus we willen daar niet meer langs. Nee. Want er zijn daar wespennesten, dus we moeten omlopen. We zijn even langs Leonor van de jury gelopen. Ja. Maar dat is een flinke klim. Ja, hè? Dat gaat echt zo. Kijk, anders ga je hier. Ja. Dat is ook een flinke deze weg. Klim. Dat is ook een flinke weg. Hola, señores. Hola. Hola. Buenas tardes. Hola. 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 Hola! Te invito a una cerveza. No bebo. ¿Alguien más que te invito? No? No? Vale. Niemand wil uitgenodigd worden. Nou jongens. Hey, volgens mij zijn we net op tijd. Nieuwe Bart van Loppen. Kijk eens even. Het is niet meer op het plein. Hola. Hola. De luifeltjes gaan weer in. Beetje frisse lucht. Toch maar weer uit. Want er is hier hartstikke bezon. Je gaat namelijk daar achteronder. Ik weet niet of je dat kan je net niet zien, denk ik. Daar gaat hij onder. We gaan hier even zitten. En zoals misschien sommige van de mensen weten die naar het dorp zijn gekomen, kan ik het wel even laten zien. Het barretje heeft uitzicht op de sporthal. En dat is natuurlijk gelukkig een stuk van ons. Want wij hadden dus daar om het hoekje een stuk. Zeg maar vanaf daar tot en met het hoekje. Vanaf dat helemaal door naar daar. En dan vanaf daar hadden we ook nog om het hoekje een stuk. Dat kan ik ook wel eventjes laten zien. Dat was het gedeelte met het wapen van Poloppos. Dat gekleurde met het begin van de druif. En dat staat volgens mij hier. Even kijken. Ja, kijk. Dat is het stukje wat ook nog bij onze muurschildering hoort. Dus je kan wel zien dat het een hele hoop is. En vanaf het barretje heb je uitzicht hierop. Kijk, en hier zie je ook dat als je naar de Poloppos komt, er zijn er drie wegen. 1, 2 en 3. En als je bij ons de middelste neemt, deze... Dan kom je zo uit bij ons huis. Kijk, geitjes. Hier is één geit. Er is er maar één. Geen idee waarom die hier is. Maar daar zijn ook altijd de geiten. Maar ja, ik loop nu weer eventjes terug naar het barretje om even lekker wat te drinken. En zoals jullie zien, gaat de zon daar. Ik zal even... Ja, kijk, gaat die daaronder. Mooi hè, vlieg. Zie je hem? Vlieg. Nou, op de nieuwe bar. Proost, op de nieuwe bar van Pidden. Oeh, daar gaat het al weer hoor. Maar beter zo? Kijk, dat komt omdat deze test is met water. Ik wil aan missen, hij staat.
Je moet gewoon even helemaal ergens anders. Oh kijk, daar moet die poot die staat echt heel scheef. Die. Even de bekende truc doen. Dat zie ik dus beter. Even pakken dubbel. Oké. Ja. Ja? Tapaatje erbij. Lomo. Lomo. En olijfjes. Ik zei tegen Pudder, je hebt nu wel een hele fijne bar. Ja. Want hij heeft nu een keukentje en alles. Hij kan alles maken. Ja. Normaal deed hij dat illegaal achter de bar in zijn hokje. Heel klein. In die warmhout dingetjes had hij dat, hè? En nu heeft hij alles bij de hand. Ja, ja. Ik vind het wel moeilijk, hoor. Want ik was zo gewend daar. Ze zijn allemaal zo gewend aan hun vaste dingetjes, hè? Zodra er maar iets verandert, zijn ze in paniek. Anders zijn ze in paniek. In Polopos is het echt niet te geloven. Nee. Doe jij maar even lekker gapen. Even gapen hoor. Zo. Vol. Och, ik zit vol. We zeiden, doe maar een tapaatje. Hoeven we niet meer te eten? Wie komt daar? Doe maar even wat. En mas guapo del pueblo. Paco. Hola, Paco. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Cómo va? Bien. Bien. Siempre hay que estar trabajando. ¿Pero muy delgado o también? Sí. Ya. Es afgevallen. Sí. Hay que trabajar mucho y comer menos. ¿De dónde vienes? De ahora de los animales. Ok. ¿Pero no vendiste tú los mulos? Pero tengo gallinas y conejos. Ah, los conejos los tienes también. Oh, también. Es un baby push. Oh, que lo tienes otro pequeño. Hij had nog even gewerkt. Ja, de konijn heeft je eten gegeven. Toch. Maar wij hebben dus ook eten gekregen. Van verder. Zo. Oh man. Ik heb het idee, ik heb elkaar ploft. Zoveel heb ik heel lang niet meer gegeten, hè? Nee, oh, ik zit echt vol. Hapjes, hapjes, hapjes. Hapjes en nog meer hapjes. Maar dat is wel gezellig. Waar heb je hier in Polopos, mensen? Het was ook wel druk. En nu zit hij natuurlijk hier. Dan heeft hij een keukentje. Dus hij kan nu andere tapatjes maken als dat hij eerst altijd kon maken. Alles had hij. Je kon kiezen uit kippenvleugeltjes, uit calamaris, uit kroketjes. Maar tenminste niet zo... Niet zo vet. Nee, maar ook niet zo rubber. Ja, ook droog. Dat je zo doet en dat hij dan in één keer pang. Zo. Ja, maar heel sappig waren ze, hè? Ja, hè? Ja, die waren goed. Nou, hier lopen we bij Leonor. Van de jury. Kijk eens hoe stijl we naar beneden moeten lopen in de straatjes. Ja, nou die volgende wordt stijl ook, hè? Kijk, dit is nog een soort van trappetje. Met dat geel. Een hele lange trap. Kijk, allemaal... Maar hier, dit zijn wel echte Spaanse dorpjes, hè? Wordt het stijl. Ja, dit zijn echt... Want we lopen dus zo omdat er de Westbaan aan de andere kant zitten. Ja. Maar dit gaat dus ook stijl. En de citroenenboom. Een citroen meenemen. Mogen we eruit plukken? Ja. We hebben gevraagd net op de heenweg. Kwamen we er tegen. Ja. We mogen het volgende keer... neem maar mee, hoor. Want er zijn er al, zie je dat? Een paar goed rijp. Ja. Ze zei, als ze rijp zijn, kun je ze gewoon meenemen. Ja, als ze over 2 dagen komen, dan zijn ze best wel al geel, hoor. Ja, toch? Kijk, er ligt er eentje. Ja. En de pruimen rollen ook naar beneden. Alles rolt hier naar beneden. De appel valt niet ver van de boom. Daar gaat hij. Zie je? Kijk, daar gaat hij. Die gaat heel ver. Weet jij waar die stopt? Nou, in het straatje. Ja, dan rolt hij terug misschien nog. Oh nee. Ja, deze blijft liggen. Even verder rollen. Even kijken waar die heen gaat. Nou, die gaat daar het hele steile stuk naar beneden, denk ik. Ik dacht, ik hoef hem maar een klein setje te geven. Daar gaat hij, hoor. Gaat hij net als het water. Tju-tju-tju-tju. Gaat hij zo door de... Ja, hij rolt ook precies op zijn goede kant. Daar gaat hij. Nee. Hij wacht met ons. Echt? Als wij stoppen, stopt hij ook. Steentje. Nou, een steentje. Maar nou gaat hij heel hard. Doei. Nou gaat hij heel hard.
stuiterend en wel. Boom! Ja. Ja, die is veel. Ah, daar ligt hij. Blijft hij nou weer liggen? Ja, nou... Zoek het nou maar uit hoor. Kijk, ik ga even de handdoek ophangen. Van het strand. We zijn naar het strand geweest, hè, vandaag. Van waterflessen op. En hier liep ik dus vorige keer. Doeg! En hier liepen we dus vorige keer. En toen lag er hier dus gewoon een slang. Een hele grote. Echt een grote. Maar wij moeten bovenlangs. We moeten bovenlangs, want we hebben alleen maar de studiosleutel mee. En we moeten nog... eten maken! Eten maken voor de mannen. Daar heb ik nu helemaal geen zin in. Ik ook. Erg, hè? En ik moet ook heel nodig plassen. Maar we zijn er alweer bijna, zo snel kan het gaan. Dat is wel handig nu. Die loopt gewoon even naar boven. En weer naar beneden. Geen auto, helemaal niks te parkeren. Dus ik zou veel drinken als je wil. Ja. Bij mij aan de overkant. Ja. Uitkijken, want hier zit de wespen. Ook in de speeltuin. In de speeltoestel. Daar was hij ook gedrukt. Ah, ik zal het ook wel even zeggen. Ik zal hem wel even bellen. Want dat is gevaarlijk, want er zijn heel veel kinderen nou. Ja, ja, ik zal hem wel even bellen. Gevaarlijk. Rij je voorzichtig. Oké. Okay. Doei. Doeg. Ja, er zijn dus ook al wespen in de speeltuin. Ja. Hola. Het is lekker gevaarlijk. Nou, moeten we even bellen, want er moet toch wel wat aan gedaan worden. Want de kinderen zijn ook al geprikt. Oeh. Ja. Oeh, doe jij? Ik zette mijn voet niet goed op de tray. Ik heb er geen kracht meer voor, maar ik ruik allemaal lekkere geur hier uit de keuken. Ja, ik heb lekkere kip met groenten gelijk. Oeh. Doe ik lekker die pasta doorheen en dan met carbonara. Nou, dan kunnen ze toch wel even genieten na sporten, dacht ik zo. Toch? Ik denk, ja, weet je, alleen maar met kip. Vind ik ook zo wat. Groente hebben ze ook nodig. Dus, ze werken keihard. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk, wij hebben ook lekker gezeten. Ik denk, nou, ziet er toch heerlijk uit? Ziet er lekker uit, hoor. Flink ook kip erin. Ziet er goed uit. Reken nog even en dan lekker die carbonara saus. 1 of 2 potjes. Eens genoeg, nee, denk ik ja. Zodat het zo zoutig. Ja. Nou, om eens ruiken, joh. Ik moet er niet aan ruiken, anders ga ik... Kwijlen. Oh ja, ik ook nu ook, ja. Ik zit ook zo vol. Maar ze zullen zo wel terugkomen, denk ik. Want het is nu inmiddels al 9:45. Het wordt steeds later en later. Want ik weet niet, hoe laat gingen ze nou weg? Hey, weet je, heb je dit al aan de mensen laten zien? Dit is handig, hè? Zo handig. Handig, ik vind, hè? Het veel handiger dan een vaatwasmachine. Omdat je nu meteen opruimt en schoonmaakt. Ja, gelijk. Het is altijd schoon. Tess heeft trouwens gevraagd dat als ik naar Nederland rijd, of ik een kraantje mee kan nemen voor haar. Als we weer een keer naar Nederland komen. Ja. Ja. Nee, anders nemen wij ze mee, want wij gaan natuurlijk in augustus zo naar Nederland. Ja. Kunnen wij hem ook nog meenemen? Ja, dat wilden ze. Want ze wilden ook niet meer constant die vaatwasmachine. Ik vind het zo handig. Het is, weet je wat het ook is? Nu als je dorst hebt ook, je pakt gewoon weer een glas daar vandaan. En ja. Het is ook meteen weer opgeruimd. Maar het droogt ook zo. Ja. Het lekt uit. Het is echt binnen no time droog. En je zet het in het kastje, je hoeft niet te bukken. Het is altijd maar een klein beetje. Volgens mij scheelt het nog, ik weet niet hoeveel water. Ja. Kijk, het lijkt wel pepersaus. En daardoor, let je vaak ook langer op je glas. Hou je jezelf een glas, omdat je nu al moet afwassen. En dan denk je van, nou, is het nodig om de vork een lepel in de mes. Ik heb hier minder hekel aan dan aan die vaatwasmachine, weet je dat? Ja? Ja. Nou, ik niet per se, maar ik was nu slim. Ik denk, ik neem gewoon een flesje mee. Dan hoef ik straks helemaal niet meer op te wassen. Zitten jullie ook te wachten totdat hij terugkomt? Ja, hè? Allemaal te wachten bij de deur.
Komt hij al? Denk het niet. Komt hij al? Denk het niet. Nee. Nee. Hij is er nog niet hoor. Ja? Lachen. Dus jullie hebben wel weer even gezellig aan het ook gehad. Ja, dat was hartstikke leuk. In de keuken wacht iets lekkers op jullie. Oh. Jullie hebben nog zeker geen honger? Nee, ik denk dat... Oh. God zit uit. Nee, ik moet wel weer... Je moet een groet hebben van Juan. Welke Juan? Broer van Mari Carmen. Oh, wij hebben boven op de terras gezeten. Oh, ja. Best van Risa. Ja, we hadden tapas besteld. Nou, dat was wel zoveel. Verder, die heeft nou natuurlijk een keuken daar. Ja. Maar in hemel. Nou, okay. Dat was duidelijk te merken. Nou, en het is nu... 10 over 10. Ja, ik zei 10 uur, maar het is 10 uur. Dus eet smakelijk alvast. Daar is ze weer, mevrouw Afsluit. De mannen die hebben heerlijk gegeten. De bus die is bij de garage gebleven. Want er is iets stuk binnen in de bus. Dus die staat nog beneden. Dus ik hoop dat we die eerdaags dan weer kunnen ophalen natuurlijk. En dat die gemaakt is. We hebben wel veel vertrouwen in deze jongen. Die nu de garage heeft overgenomen. Dus het moet goed komen. Ik wil jullie vragen om voor deze video wel weer even een duimpje omhoog te doen. Even te abonneren. En dat kan volgende video of de video daarna. Of de video daarna. Ook allemaal aan het begin van de video. Dat jullie het weten. En natuurlijk even een leuke reactie achterlaten. En dan hoop ik dat jullie morgen weer kijken naar een gloednieuwe vlog. Toedels!